Het begrip Siamese tweeling is aan deze twee mannen ontleend. Yin en Yun, verengelst door Cheng en Eng, werden in 1811 in Siam, nu Thailand, geboren in een vissersdorpje in de buurt van Bangkok, uit een Chinese vader en een Chinees-Maleise moeder. Ze waren door een stuk kraakbeen met de lengte van 8 centimeter aan elkaar verbonden. Hun moeder moedigde ze aan zoveel mogelijk te trainen, waardoor het kraakbeen een stuk langer werd en ze zich beter konden bewegen. Ze werden bij toeval ontdekt door de Britse koopman Robert Hunter. Hij wilde ze met toestemming van hun ouders meenemen naar het westen. Aangezien ze in eigen land bekend waren, wilde de koning van Siam hier in eerste instantie niks van weten. Uiteindelijk wist Hunter hem te overtuigen en nam hij ze mee naar de Verenigde Staten. Aangekomen in de stad Boston werden ze bekend onder de naam de Siamese Double Boys. Ze waren tijdens hun tournee door Amerika een groot succes en kregen goed betaald. In Engeland waren ze onderwerp van vele medische onderzoeken. Zo constateerde één dokter dat als één van de twee iets zuurs at, de ander het ook proefde. En als de één gekieteld werd, de ander wilde dat het ophield. Na hun tournee in Europa wilden ze van hun manager Robert Hunter af. En werden ze zelfstandig. Ze traden door heel Amerika op, waaronder in het Curiositeitenmuseum van P.T. Barnum. Uiteindelijk kregen ze genoeg van het optreden en het gestaar dat het met zich meebracht en trokken ze zich terug in North Carolina. Ze verkregen het Amerikaanse staatsburgerschap en namen als achternaam de naam Bunker aan, de naam van een vriend. Ze werden hiermee de eerste Aziaten die het Amerikaanse staatsburgerschap bemachtigden. Ze kochten een stuk land en slaven om op hun plantage te werken. Ze trouwden met de zussen Adelaide en Sarah Ann Yates, de dochters van een naburige plantage-eigenaar. Het huwelijk leidde tot een groot schandaal en werd beestachtig genoemd. Toen er niet veel later kinderen werden geboren en dus bleek dat het geen platonische relaties waren, was de schok nog groter. Na de Amerikaanse burgeroorlog hadden de broers het financieel niet zo breed meer en waren ze gedwongen hun oude leven weer op te pakken. Ze sloten een contract met P.T. Barnum en traden samen met hun twee zoons op in New York. Dit keer kregen ze door hun huwelijk en kinderen te maken met de grote afkeer van het publiek. Hierdoor raakte Cheng aan de drank. Na een terugkomst uit Europa kreeg Cheng een beroerte en raakte verlamd aan zijn rechterzijde. Hierdoor kon hij zijn been niet meer gebruiken en moest Eng hem ondersteunen. In 1874 kreeg Cheng bronchitis en stierf 2 dagen later. Eng raakte hierdoor in paniek en kreeg verschrikkelijke pijnen. Er werd een dokter geroepen om ze met spoed te scheiden. Maar deze kwam te laat. Eng stierf ongeveer 3 uur later. Na hun dood kwamen doktoren erachter dat hun levers met elkaar verbonden waren en dat ze tijdens hun leven waarschijnlijk nooit gescheiden hadden kunnen worden. Meer weten over andere beroemde Siamese tweelingen? Lees dan het bijbehorende artikel. Een link staat in de beschrijving.